Goedemiddag Hans. Hey, goedemiddag. Alles goed? Zeker, met mij wel. Okay. Maar ik had me Almere City Ajax, de eerste editie, wel iets anders voorgesteld. Nou, ja, het is elke keer val ik terug op dingen die ik zeg. Maar dit keer heb ik weer een vrij gelijk gekregen. In welke zin? Met Almere City. Dat het echt geen meer makkelijke tegenstander was. Maar het is ongelooflijk. Er is totaal geen plan B bij Ajax. Totaal niet. Zodra de voorsprong is bereikt, zie je nog vier mannen naar voren rennen. Nou, het is krankzinnig. Daarmee doe je denk ik op, vooral op die laatste minuut met die tegengoal. Ja, kijk. Robby verovert de bal in principe. Dus die gaat vrij door. Oké, die kop gaat weer naar beneden. Dus dan ziet zijn medespelers niet. Niet erg. Bal wordt afgeslagen. Bal komt bij Taylor. Wat doet die? Die geeft hem ook weer aan de tegenstander. Nou, dat is toch een verdedigende middenvelder. Roei hem lekker de grens over, man. Naar Duitsland toe zo'n bal. Het is toch verschrikkelijk. Dat mag er niet gebeuren. En ja, dan komt die slijding. Wat natuurlijk eigenlijk niet had gemogen. Maar ja. Blackout. Tweede divisie voetballers. Die doen zulke dingen. En geen intelligente jongens. En je hoeft er niet eens af te maken als je gewoon alleen al het uitspeelt en naar het achterlijntje loopt. Die denkwijze is helemaal niet plan B. Jongens, doe rustig aan. Je bent in een 92e minuut. Wat ga je nou doen? Wat ga je nou doen? Nou, totaal. Echt. Jonge honden zijn het. Die net uit hun nest komen of zo. Ik weet het niet wat het is. En dat ontbreekt nou bij geroutineerde spelers. Als je die niet hebt, gebeuren dit soort dingen. Totaal niet een Wouters idee. Een totaal niet Johan Neeskens idee. Jongens, hou dat lekker dicht. Zo de meter op Almere City. Wat is dat dan? In principe moet je gewoon daar binnen. De wedstrijd meenemen, klaar. Gezellig weer naar huis. Dan speel je gelijk. Nou ja, voor die jongens was het verdiend. Want ze maken gewoon de slechte dingen die Ajax doet, maken ze gewoon goed af. Klaar. Heel simpel. Het is een beetje om moedeloos van te worden, hè? Ja, tuurlijk. Die denken maar dat de tegenstander niet kan voetballen. Voetbal tegenwoordig, elke tegenstander kan je van verliezen. Behalve PSV, die wint steeds. En alles, met ruime cijfers. Ja, en hoe komt dat? Heb je gezien wat voor routine er speelt? Nou, geweldig. Dat kan ik alleen maar zeggen. Ik ben geen PSV'er hoor, echt niet. Als voor mij kunnen ze door de plurring zakken. Maar het is gewoon hoe die staan, zo ervaren. De opbouw goed. Meneer Bos, wat had hij graag bij Ajax willen voetballen, zeg, of trainer willen zijn? Nee, nog bedankt meneer Michelin dat je hem zo hebt laten lopen. En bedankt voor die spelers die ze hebben gehaald, die wij hadden kunnen hebben. Nou, bedankt meneer Michelin dat. Nou, ik kan lekker de PP krijgen. En dan nog die drie griezels die er bij het bestuur zitten, is toch ook verschrikkelijk? Die moeten net zo weg. Er moet een schoon schip gemaakt worden en gewoon een paar routiniers erbij. En dan zal ik je vertellen, want er omheen loopt, de jeugd, allemaal kwaliteit. Alleen, het moet allemaal rijpen. Ze zijn allemaal nog geen 23, hè. Het is allemaal maar hele jonge jongens. En het is, dan komt er echt een jongen met verstand die hier, zeg maar, op het middenveld staat. Of die de boel moet onderbreken. Die komen ze tekort. Iemand die zich gewoon prioriteiten stelt in het elftal. Zegt van, godverdomme, hou je man. Ga terug. Dat is op het middenveld. Wat Jopie deed met zijn vinger. Die hoeft hem maar te wijzen en ze waren al terug. Nou, dat zijn leiders. We hebben totaal geen leider in het elftal ook. Totaal niet. Dankjewel Hans, tot volgende week. We spreken elkaar. Hoi hoi. Fijne dag.